Wanneer is iets eigenlijk precies stuk? In de Dikke Van Dalen staat bij het woord destructie vernietiging. Klaarblijkelijk is er dus eerst iets niet nietig en wordt het vervolgens niets. Het woord destructie wordt vooral gebruikt wanneer iets alle kenmerken of eigenschappen heeft verloren waarmee het oorspronkelijke object zich liet definiëren. Als iets tot een onherkenbaar niveau is geabstraheerd, verpulverd, vergaan tot as of tot stof. In deze context wordt ook wel de term gruzelement gebruikt, dat in de Dikke Van Dalen wordt omschreven als kleine gebroken stukjes zoals brokken, scherven, splinters, waarin iets desintegreert door een krachtige klap, slag of val. Ook wel aan diggelen. Maar wanneer iets een nieuwe functie krijgt, is het vreemd om van destructie te spreken. Als je bijvoorbeeld een tomaat pureert, zal men niet snel zeggen dat er een tomaat is vernietigd. Wanneer een beeldhouwer een beeld maakt, staat men gebruikelijk niet stil bij het feit dat hij of zij eigenlijk een blok marmer stuk maakt. In die zin zou je kunnen stellen dat wij mensen iets pas stuk noemen als iets in zijn oorspronkelijke vorm wel voldeed aan de eisen die we eraan stelden, maar daarna niet meer. Om de taal te verdedigen moet je haar aanvallen, stelde Marcel Proust. Want de ironie wil dat wanneer je een vlag of een bijbel verbrandt, je juist de autoriteitspositie van het betreffende object bevestigt. Marmer verpulvert, kleuren vervagen, brons corrodeert. Maar ook een concept is aan corrosie onderhevig. Wanneer we er geen interactie meer mee aangaan, zal het uitsterven. Als een verloren taal die niet meer wordt gesproken. Welkom bij de Destructie als Discours podcast. De kunstgeschiedenis ligt bedolven onder voorbeelden van kunstenaars die bewust het werk van andere kunstenaars beschadigen en toe-eigenen. In deze podcastserie behandel ik in elke aflevering één kunstwerk en probeer ik grip te krijgen op het fenomeen en de overwegingen die eraan ten grondslag liggen. En zo zijn we aangekomen bij de laatste aflevering van deze podcastserie. En daarvoor leek het me passend om de serie af te sluiten met een gesprek met ontwerper en beeldend kunstenaar Maarten Baas. Waarschijnlijk weten de meesten van jullie wel waarom ik zo graag met specifiek Baas wilde praten, want zijn spraakmakende smoke-objecten zijn een prachtig voorbeeld van artistiek vandalisme. Voor zijn afstuderen in 2002 heeft Maarten een reeks iconische designklassiekers in de brand gestoken, waaronder werk van Rietveld, Gaudi en Eames. Vervolgens heeft hij deze verkoolde meubelstukken van totale vernietiging gered door ze te voorzien van een epoxycoating. Sindsdien is duidelijk het vuurtje blijven wakkeren en wordt hij soms zelfs benaderd door vormgevers of hij alsjeblieft ook hun werk in de fik wil steken. Naast de smoke-serie komt de rest van het oeuvre van Baas ook ter sprake. Te denken valt aan de real-time clock-serie, waarin Baas met verschillende 12 uur durende videoregistratie reflecteert op het verloop der tijd. En de speelse clay-serie, een serie designobjecten die ogenschijnlijk vrij spontaan uit een soort kleurrijk boetseerklei zijn opgebouwd. Genoeg introductie, laten we snel naar het interview. Een kleine disclaimer, mocht je onze stemmen wat vinden trillen, dan is dat niet omdat we in een sentimentele bui waren, maar dat is omdat ik kunstmatig wat echo uit het geluid heb gehaald. Hier is Maarten Baas. Hallo. Hey, heb ik daar. Hallo. Moet je het ontmoeten, zeker? Hoi. Zo.
Nou, je bent wel bekend met dit soort microfoontjes, neem ik aan. Ja, hè. Als je die ergens zou willen klippen op je... Dus hij heeft niet door mijn kleding heen gegaan? Nee, hij kan gewoon naar bovenop. Zo, ik vind het echt super vet dat je de tijd voor me hebt genomen. Ja, nee. Of ja, neemt. Graag. Nee, ik voel me bijna bezwaard, want ik ben heel erg fan van je werk. Dus, en ik hou je nu van je werk. Oh, dus ja, ja, ja. In een zekere zin denk ik van, ik kan je beter gewoon spullen laten maken. Nee, want ik vind het juist ook leuk om het over mijn werk te hebben. En ook juist ook wel weer, want ik heb de meeste van je podcast nu kunnen luisteren. Oh, wat goed. En ik vond het echt leuk... Ja, leuke reflecties, leuke inzichten en zo. Dus en dat is natuurlijk ook onderdeel van mijn werk. Los van dat ik het gewoon heel leuk en interessant vind. Ja, ja. Is ook wel weer, brengt het ook wel weer verlaagdheid aan het hele verhaal. Dus ik vind het ook... Te gek. Dat doet me plezier om te horen. Want het moment dat je... je zei heel sympathiek, vond ik, in de mail al zo van ja... Ik heb al zo vaak over smoke gesproken. Dan is het gevaar natuurlijk dat je in een zekere herhaling gaat vallen. Er staat natuurlijk al de wereld aan interviewers online. Ik kom nu eigenlijk op het punt dat ik denk zo van... Nou, misschien moeten we een strikje om dat hele podcast ding doen. Of het seizoen, of misschien wel überhaupt. En toen stelde ik voor van misschien is het leuker om niet specifiek op smoke te focussen... maar misschien meer het... wat meer in een context te plaatsen en dat we daar een beetje over kunnen filosoferen. Ja. En dat sprak je wel aan, begreep ik. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, goed, het thema, wat de podcast natuurlijk was over die destructie en zo. En als het echt in die context gooit, dan is smoke ook nog wel relevant. Zeg ja, maar. Dat denk ik ook. Ja. Bedoel, dan is het ook wel weer, het schijnt het ook wel weer een nieuw licht op smoke. Ja. In plaats van de interviews die ik inderdaad al heel vaak heb gedaan. Ja. Mee afgestudeerd ben, weet ik veel wat. Ik bedoel, dit is dan een andere, meer inhoudelijke kant van de zaak. Ja. Ik vind het wel leuk om even te beginnen met een klein inzicht wat ik zelf heb gehad. En ik ben nieuwsgierig of jij daar op aanslaat of niet. Dit is iets wat ik een jaar of... Ik denk 10 geleden, misschien wel eerder, het was op de Kunstacademie. Ik was iets van Shakespeare aan het lezen. Maar voordat ik daarop kom, ik betrapte eigenlijk mijn opa met een uitspraak waarvan hij altijd had gedaan alsof het van hem was. En die bleek van Shakespeare te zijn. Hij had iets wat hij heel vaak zei was, iets kan nooit uit niets ontstaan en iets kan nooit tot niets vergaan. Ik altijd denken zo van mijn opa is een genie. En toen las ik dus Shakespeare later. Ik geloof dat het Hamlet is. En daar kwam die uitspraak, vrijwel precies die uitspraak in voorbij. Toen dacht ik van, oh, hij heeft het gewoon van Shakespeare. Ja. En later las ik ook weer op de Kunstacademie. Kwam filosofie aan bod, Aristoteles. Vrijwel dezelfde uitspraak. Toen dacht ik van, oh, Shakespeare heeft het van Aristoteles. Ja. En... toen dacht ik van, oké, dit is grappig. Nu, ik deel het nu. Het komt nu misschien wel aan bod aan de podcast. Dus een luisteraar heeft het mogelijk van ons nu hier. Ik heb het van mijn opa. Mijn opa van Shakespeare van Aristoteles. Is in een zekere zin een soort illustratie van het principe zelf eigenlijk. Ja. Hè? Dat er een soort kettingreactie is. Ja, zeker. Ik ben nieuwsgierig hoe jij daarin staat. Want je verhoudt je duidelijk ten opzichte van andere vormgevers, andere kunstenaars. Zie je jezelf als iemand die een estafettestokje oppakt? Je bedoelt met die smoke? We kunnen het specifiek over smoke hebben, want dat was natuurlijk echt een heel helder brandpunt. Ja, ja. Ik relateer het nu zelf aan smoke, omdat ik toen heb ik die verbrande meubelen gemaakt. Allemaal 20e eeuwse klassiekers. En dat legde ik vaak uit en zo is het ook wel geïnterpreteerd als van het was het afstudeer, het kwam voort uit een afstudeerwerk. Ja. En een soort van, je kunt het een vader moord noemen, ik heb het nooit zo heel erg
zo heel erg bekeken, maar wel van oké, dit is waar ik mee opgegroeid ben, dit is waar, ja. wat mijn educatie is. Ja. En ik ga weer verder. Dus dan is het heel letterlijk wat jij zegt van waarvoor geef je het estafettestokje door. Ja. En in het algemeen ben ik er niet zo heel erg mee bezig met van of ik een estafettestokje doorneem of niet, doorgeef of niet. Maar wel, ik maak wel regelmatig gebruik van bestaande beelden of een bepaald iconen van archetype beeld en daar doe ik iets mee. Dat vind ik fijn. Omdat als je een verhaal wil vertellen, is het fijn als je een paar ankerpunten hebt waar je het aan vast kan houden. En als het cliché van een van die tuinstoel, die plastic stoel, die ik in hout heb laten uitvoeren. Ja. Dan heb je, iedereen kent dat beeld van de plastic stoel, de staalbare Hartman stoel. Ja. En door die heel luxe in handgesneden hout uit te voeren. Dus het mahoniehout? Ja, prachtig. Dan speel je dus met dat gegeven. En dan heb je dus zo'n iconisch beeld nodig. Ja. En niet een willekeurige, onbekende plastic stoel. Dan wil je een beetje die archetypes pakken natuurlijk. Dus in dat opzicht, ik zie het niet echt een estafettestokje doorgeven, maar meer als wel gebruik maken van wat we kennen. Een beetje algemeen gedeelde know-how. En daar reageer ik op. Dat vind ik wel fijn om eens mee te spelen, ja. Dus je maakt gebruik van archetypen, zeg maar, soort van iconische beelden die uit het soort van publieke domein komen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat, zijn dit ook vormgevers die je destijds in de brand hebt gestoken, waar je een persoonlijke band mee had of waar je een eigen interesse of affiniteit mee had? Of waren het gewoon iconen? Het waren natuurlijk allemaal bekende en goede ontwerpen. Dus je kunt er bijna niet omheen dat je daar op een of andere manier wel een band mee hebt. Sowieso gewoon kwalitatief goed, mooi werk. Daar ook sowieso van, zeg maar. Ja. En met de ene wat meer dan met de ander natuurlijk. Maar het is in ieder geval... Het was niet een soort van persoonlijk dagboek of zoiets. Want dan zouden er ook wat anoniemere werken bij staan. Het was voor mij belangrijker dat het algemeen goed was. Ja. Dan dat het voor mij een persoonlijke tijdslijn was. Ja, helder. Ik kan me herinneren dat ik zelf... ik heb heel kort een poging gedaan kunstgeschiedenis te studeren op de universiteit. Ik was toen zelf ook al beeldende kunstenaar. En toen, ik kan me echt herinneren dat ik ergens een keertje heel verdrietig werd, want ik dacht zo van al die slides, al die mensen die voorbij komen, die zijn allemaal dood, zeg maar. Maar ik leef nog, zeg maar. En van de ene, dus ik had heel erg, in één keer realiseerde me zo van fuck, ik ben alleen maar met geschiedenis bezig. En moet ik niet zelf ook aan de bak of zoiets? En dat was voor mij een moment om eigenlijk te stoppen met kunstgeschiedenis. Dat is in een zekere manier wel weer teruggekomen. Maar te focussen op zelf weer werk maken. Ja. Dus ik kan me voorstellen ook als jonge vormgever, eigenlijk nog net van de academie, of net nog op de academie, dat je ook ergens een... Hoe verhoud ik mij ten opzichte... waar sta ik zelf? Moet ik daaraan voorbij? Ja, zeker. En ook wel het los willen komen daarvan. Zowel van die geschiedenis als van het academische. Ik ben zelf altijd wel kritisch op het kunstonderwijs in het algemeen. En ook wel omdat ik daar zelf dus onderdeel van ben geweest. Omdat er toch ook wel heel veel creativiteit juist weggehaald wordt en de spontaniteit wordt gerationaliseerd, zeg maar. Ja. Wat dat betreft heeft het ook wel eens een bevrijding gewerkt te relativeren door te verbranden, weet je wel. En het is... Het heeft ook iets puberaals. Maar dat heb ik nooit op die manier willen...
Ik heb het nooit als een middelvinger gezien, puberaal, als in van in de puberteit ga je door een transitie heen en word je volwassen. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ik stond natuurlijk meteen in het hoekje van de rebelse, kunstenaar, de rebelse ontwerper. Maar dat was, ik zat eigenlijk niet zo als een rebelse daad. Ik zat gewoon, ik vond het gewoon een. Ik vond dat gewoon. Ik vond het wel eens interessant om zo'n zigzagstoel verbrand te zien. En dat is nou bij uitstek iets wat nooit mag. Want je mag nooit met je vingers aankomen. Zelfs laat staan dat je mag verbranden. En het was ook op een punt waarin. Je hebt altijd wel een soort momenten natuurlijk. Van dat er wordt gezegd van. Nou ja, nu hebben we alles wel een keertje gezien in de designgeschiedenis. De kunstgeschiedenis. Ja, er is eigenlijk geen nieuw hoofdstuk meer. Ja. Nou, en dan was het wel. Bevrijdend om dat juist wel helemaal aan te gaan. Het tegenovergestelde doen van het behouden van wat je kent. Ja. Juist het aangaan met wat je kent. En koste wat kost. Zelfs als het dus een verminking betekent. Die confrontatie aangaan. En ik vind het ook wel leuk dat daarna zijn die gekleide meubelen gekomen. Ik wilde net zeggen, die hele naïeve, vrolijke meubeltjes zijn. En ik heb daar altijd nog een beetje die metafoor bij van het land verbranden, waardoor er weer nieuwe plantjes kunnen groeien. Je moet even rigoureus zijn. Ja. En in één keer komt daar een nieuwe zoektocht naar nieuwe vormen. Als een klein kind dat net een emmertje klei heeft gekregen. Ja, ja, ja. En dus ik vind die twee bij elkaar ook wel heel mooi. Een hoogleraar in Groningen die ik bij de master kunsteducatie ben tegengekomen, die sprak van Baren van Heusden sprak van vermaak, maar dan vermaak als zijnde het vermaken van iets. Dus dat je bent normaal gewend in een museum om je handjes op de rug te hebben, maar ook dat überhaupt, eigenlijk heeft dit iets heel geks, hè, dat wij met elkaar dan op een bepaald moment besluiten, zo van hier zit een gouden lijst omheen, hier zit een stolp omheen, hier blijven we met z'n allen tot in de lengte der dagen vanaf. Ja. Terwijl er zijn maar weinig dingen in de wereld die niet, ik bedoel, alles verandert, altijd. Ja, ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het heel tegennatuurlijk is, en misschien wel radicaler is om iets in stand te houden, eigenlijk is heel natuurlijk om het te vermaken. Ja, dat is een hele rare tegenstelling tussen het menselijk denken en hoe de natuur elkaar in. Natuurlijk is alles altijd in progress, veranderend, en wordt dat ook getolereerd en meegenomen in de natuur. Gewoon elke verandering is onderdeel van de natuur. Zelfs als je daar iets heel onnatuurlijks doet, als je een cola blikje in de natuur gooit, wordt het langzaam meegenomen en dan gaat het roesten. En na een aantal jaar dan is het gewoon ook natuur. Of een vergroeiing, een boom die tegen een muur aangroeit. Was niet de bedoeling, zou je kunnen zeggen. Het is niet natuurlijk, maar hij maakt er wel weer wat natuurlijks van. Ja. En ik denk dat dat juist ook de schoonheid van de natuur is, dat het alles steeds veranderd en dat juist die vergankelijkheid onderdeel van het geheel is en wordt geaccepteerd. En want ook onze perceptie van schoonheid zit ook een soort van die tweedeling in. Want we vinden de natuur allemaal heel erg mooi. Ja. Maar ja, dat we een scheve boom en is een keer licht gegroeid, omdat daar toch wel alweer een boom was omgewaaid. In een ander interview, ik geloof bij de Nieuwe Wereld, omschreef je het als zeg maar een Ferrari-auto en een berglandschap. Ja. Dus eigenlijk als een Ferrari door een berglandschap heen rijdt, dan komen die twee dingen al samen. Ja. Iets waar altijd een doekje overheen wordt gehaald, waarbij men flipt als er een krasje op zit. Ja, precies. En de juist natuur die juist er goed op gaat, als die verandert. En grillig is. Die vanzelfsprekend is het ook zo dat die grilligheid van de berg extra kracht krijgt op het moment dat die Ferrari er en vice versa. Ja, ja. Daarom zie je dat natuurlijk altijd in die reclames. Ja. Komisch is dat. Ja. Ja, dus die twee percepties van wat we mooi vinden, vind ik dus interessant. Want als je dus inderdaad gaat ontwerpen of iets nieuws maakt, dan uit van dat
ja, van die Ferrari schoonheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Hier gaat van uit. Ik bedoel, dat is een beetje de klassieke manier van zoals iets eruit hoort te zien. En ja, inderdaad, als het eenmaal zo is zoals het bedoeld is door de maker, dan moet je er ook nooit meer aankomen. Ja, en ja. Het in een museum. Want in de graffiti bijvoorbeeld is het heel gebruikelijk dat er nog weer overheen. Ja, 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 ja. Ben jij bekend met John Baldessari? Ja, die heeft zijn eigen werk verbrand. Klopt, ja. Die heeft zijn oeuvre in de fik gestoken. En wat ik ook heel interessant vind, ik weet niet of je hiermee bekend bent, maar hij was ook een heel erg bevlogen docent. Hij zag eigenlijk het het docentschap ook echt als een verlengde van zijn kunstenaarschap. En hij had op een bepaald moment had hij een gedachte-experiment. Misschien dat ik dat gedachte-experiment met jou ook kan aangaan. Hm. Want hij verzeilde natuurlijk met de studenten de hele tijd in de discussie zo van, is it art? Is dit kunst? Ja. En toen kwamen ze in een discussie terecht zo van, welke criteria gebruik je daarvoor? En toen had hij eentje voorgesteld, een criterium. Hm. Zo van, wat als dat werk wat je nu net gemaakt hebt gewoon bij het grof vuil staat? Hm. En mensen lopen er langs. Zouden mensen het dan meenemen of laten staan? heel platte toetsing, ja. Vraagstelling. Zo van, zou dit vertegenwoordigt het op een of andere manier een waarde? Is dat dan economische waarde? Of dat mensen denken, zo van, oh, dit zou kunnen verkopen? Mm. Of is het esthetische waarde? Dat mensen denken, zo van, oh, dat wat een leuk ding. Die zet ik naast mijn bank neer of zo. Hè? Ja. Nou ja, die, in een zekere zin zijn die smoke-werken, die zijn in verval, maar ook weer gered van het verval. Stel, die zou bij het grof vuil staan. Wat denk je dat er gebeurt? Ik denk dat ik denk dat het blijft staan. Het is ook wel echt heel erg in de context en het verhaal omheen, waardoor het klopt. Ja. Maar goed, net zo goed als er ook een heleboel boeken ook verrekenen in van die meeneemkastjes. Ja, ja, ja. Ja. Onwillekeurig van wat voor enorme rijke wijze erin kunnen staan. Ja. En het werk van Baltasar zelf ook, van ja, wat hij heeft gedaan, zijn eigen kunst verbranden. Ja, dat is een kunstwerk op zich, die performance. Maar ja, ja. Ja, los omdat je het niet eens fysiek kunt bij de vuilnis kunt zetten. Ja. Het is iets verbrand. Ja. Maar het idee daar is het kunstwerk eigenlijk. Ja, ja. Dus in dat opzicht zou hij daar niet aan dat criterium voldoen. Ik denk ook niet dat hij daar heel erg rauwig om... Nee. De grap is denk ik dat als... logischgewijs, als ik het nu zou tegenkomen... dan zou ik denken zo van... holy fuck, daar staat de Maarten Baas. Die neem ik sowieso mee. Ja. Maar dat doe ik dan natuurlijk... doordat ik de kennis heb... Ja. Die als ik die niet had gehad... dan had ik het niet herkend... en had ik het mogelijk ook laten staan. Ja. Maar dus er is een soort van kunsthistorische context... waardoor je iets op waarde gaat schatten. Maar ik vraag me ook af... als ik probeer me voor te stellen dat ik die kennis niet had... Ik vraag me toch ook af, er is iets aan de behandeling wat je eraan hebt gedaan, waardoor het toch een soort finish heeft, waardoor het toch het zeg maar platte verbrande hout overstijgt of zoiets. Ik vraag me gewoon af of ik het zou kunnen likken of zoiets. Het heeft een fetishwaarde. Ja, ja, dat ik probeer in eigenlijk bijna al mijn werk wel een soort van contrast aan te brengen tussen het snelle of het schetsmatige of het verbranden. Ja. En toch dat het er verzorgd uitziet op een of andere manier. Dat het dan toch... dat het niet... Daarom vind ik het ook het verschil. We hadden het net over rebelse daad. Middelvinger, ja of nee. Als ik het puur zou hebben verbrand, was het meer een beetje middelvingerachtig. Mm-hmm. Zeg maar. En toen ik... die meubels verbranden, was er heel veel kritiek op voordat mensen het hadden gezien. Ze hadden alleen maar gehoord dat ik rietveld meubels aan het verbranden was. Ja. En er was een groot verschil te zien in de mensen die uiteindelijk de expositie
hadden gezien en de reacties die daaruit kwamen. En de mensen die helemaal gehoord hadden iets met verbranden van een bekende ding. Ja. Oeh, dat is respectloos of oeh, dat is een middelvinger. En zo heb ik het oprecht nooit bedoeld. En, en dat kwam uiteindelijk ook door de finish en door de presentatie. Ja, en kwam het ook op die manier tot uiting. Dat dan denk je daar niet eens meer aan. Dan ben je daar niet meer mee bezig met dus ook een middelvinger. Ook juist eigenlijk een herbevestiging van hun autoriteit eigenlijk. Hè? Van de autoriteit van die vormgevers. Ja, doordat je... Ik denk dat, zeg maar, als je een vlag verbrandt of een Bijbel verbrandt of een Koran verbrandt, ben je ook aan het herbevestigen dat het iets belangrijks is. Ja, zeker. Dus in die zin heb je misschien een Rietveld wel op een extra voetstuk. Nou ja, dat is de grap ook, dat er daarna ontwerpers aan me toe kwamen, of ik ook alsjeblieft... Ja, tuurlijk. En dan was ik het die zei van nee. Daar ben je nog niet jong. Ja, precies. Ja. Oh, wat grappig, ja. Maar wat je net zei over of het bij de vuilnis staat en of je het dan meeneemt of niet. Ik draai dat ook heel vaak om. In de zin van, als ik iets gewoon echt iets waardeloos bij de vuilnis zie, of in het straatbeeld of zoiets, dan denk ik van, ja jeetje, dit is gewoon, in een andere context zou dit gewoon een kunstwerk zijn, weet je wel. En het is natuurlijk ook in the eye of the beholder. Yeah. Je maakt dat kunstwerk toch zelf met hoe je ergens naar kijkt. Ja. En net als dat John Kermeling wel eens een keer, volgens mij was het John Kermeling, een kunstwerk heeft gemaakt bij de ingang van een museum, met de ingang een pijl de andere kant op. Dus naar buiten toe. Ik geloof dat hij een niet een toegangskaartje, maar een uitgangskaartje had gemaakt. Ja, precies. Ja, daar is geniaal. Dus het heeft, dus in die zin biedt het de toeschouwer de gelegenheid om iets met vanuit een nieuw perspectief te beschouwen. Ja, supermooi. Het zijn allemaal, want het was natuurlijk heel eenvoudig, vrij eenvoudig geweest om reproducties te gebruiken. Dan had waarschijnlijk niemand het zelfs doorgehad, maar het zijn originele, begrijp ik. Ja, de Rietveld-stoelen zijn van Casina, dus het is een officiële reproductie. Ja, op zich. Ik heb ze niet zelf getimmerd of zoiets. Nee. Ik vraag me ook wel eens af of doet het ook om het toch even heel subjectief te maken, hè? Gewoon puur jouw eigen beleving bij de daad. Dus waren er momenten bij dat het pijn deed, dat je dacht zo van, deze had ook bij mij thuis heel goed gestaan. Of was het heb je je daar altijd van kunnen onthechten? Zo van, nee, dit doe ik met een hoger plan. Ja, eigenlijk heb ik me, ben ik er heel... ik ben er als mee omgegaan als een soort materiaal gewoon. Gewoon een soort materiaal. Ja, je bent er voorzichtig mee omdat het een duur materiaal is, zeg maar. Ja, met ja. Fout werk, dan ga je helemaal even kwisten. Maar wel met het idee, nou ja, ik ben hier iets mee aan het maken. En ja, die beslissing heb ik altijd maar. Ja. Daar ga ik niet meer moeilijk over doen. Ja. En constructief zit je natuurlijk met een probleem, want wanneer stop je met branden? Wanneer is het nog zitwaardig? Dat vind ik ook heel spannend aan het werk. Want je werk zit vaak tussen met één been in de beeldende kunst en één been in de vormgeving, mm-hmm. vanzelfsprekend. Maar je hebt dus heel letterlijk met deze smoke-serie dat het... dat het bungelt tussen of het nog een functie heeft of niet. Want op het moment dat het te veel verbrand is en je kunt er niet meer op zitten, dan is het een sculptuur eigenlijk. Ja. En op het moment dat je er nog wel op kunt zitten en het heeft die constructieve degelijkheid, dan is het nog een toegepaste vormgeving. Ja.
Ja, dat is grappig. Ik ben me heel erg bewust natuurlijk van dat ik ergens in dat schemergebied opereer. Ja. Maar zoals je het nu verwoord, is dat eigenlijk ook een hele leuke manier. Dat ik bijna letterlijk die grens op zoek. Het is letterlijk, waar, ja. Waar is nog kunst? Ja. En ik zit er ook tussenin in andere opzichten. Want ik vind, ja, ik heb designacademie gedaan. Dus ik kom vanuit die vormgeving. Maar ja, wel, het eindigt wel in mijn musea en galeries. Ja. Dus het zit dan weer altijd over naar die kunstwereld. En dat is ook wel wat de bedoeling was van de afdeling waar ik zat, zeg maar. Ja. Ik vind die functie vaak een onderdeel van het artistieke statement dat ik wil maken. Dus het feit dat die stoel weer geherstoffeerd is en weer bruikbaar is, ja, maar dan op een manier zoals je het niet bedoeld had, dat vind ik een extra waarde. Of als, ja, piano weer muziek kan spelen. Het feit dat je muziek maakt uit iets verbrands, ja, dat is voor mij een mooie meerwaarde. Ja. Ja. En dat heb ik met die gekleide meubelen ook. Van ja, dat zo'n fragiel stoeltje, wat eruit ziet als dat een kleuter het in elkaar heeft zitten kleien. Ja. Waar je dan wel op kan zitten, vind ik een extra waarde dat je daarop, ja, kunt zitten. Dat hij toch wel zo sterk is. Ja. En dat is ook net over dat contrast tussen dat het er toch wel af uitziet. Mm-hmm. Dat is ook een van die contrasten van hey, dat verwacht je niet, en dat vind ik dan dus een extra waarde. Niet omdat je er toevallig niet dat je erop kunt zitten, want ja, als je puur om het zitcomfort gaat, ja, dan kun je ook gewoon voor €25 een prima stoel kopen. Dus ja, daar gaat het niet om, maar het feit dat het wel kan en dat die dus ook wel zo doordacht is, vind ik op meerdere vlakken interessant, omdat je, het gaat ook over die stoelen, althans die gekleide stoelen, gaat ook over dat je een soort wens hebt om jong te blijven en de naïviteit die je had en de blijheid, ja, en de spontaniteit die je had als kind. Ja. Maar ja, je bent volwassen geworden, je hebt allemaal know-how opgebouwd in de loop, ja, der jaren, waardoor die spontaniteit er langzaam uit begint te komen. Ja. Dus zo'n kleistoel is ook een soort van morf tussen wat ik heb geleerd als ontwerper, als volwassen man, ja, versus die wens om het nog kinderlijk te kunnen doen. En ja, de klokken, de videoklok van 12 uur. Ja. Het feit dat die op tijd lopen, ja, dus, aan de ene kant is het mooi meegenomen, maar je hebt ook gewoon een horloge of een iPhone. Ja, 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 ja. Dus puur die functie gaat het niet om. Maar als ze niet gelijk lopen, bepaal ik wel, want dat, ja, maakt hem beter als kunstwerk. Ja, Dat je om 4:15 ziet van, hey, wacht eens, het is ook echt 4:15. Hey, dan besef je dat het een film van 12 uur is en dat niet anders kan dan 12 uur rondjes te lopen. Ja. Dus die functionaliteit zit erin, maar het is maar desalniettemin is die functionaliteit ook wel weer ondergeschikt aan het verhaal. Maar, het zit duidelijk wel ergens op een soort van spanningsveld waar de illusie wekt dat het niet zou moeten kunnen. Ja, en dat, ja, dat je, en dat het feit dat je erachter komt dat het wel, dat een soort van the fuck, waar kijk ik naar? Want ik heb dat ook met met eigenlijk al je klokken. Dat je hebt dan daar zit ook een tijdselement in, zoals je dat met wijn hebt, zeg maar, dat je eerst een slokje hebt en dat het een eerste smaakbeleving heeft en dat het dan een tweede smaakbeleving heeft, zeg maar. Ja. Dat je de klok eerst ziet en laten we zeggen, de eerste 2 seconden, 3 seconden is het een klok. Dus zie ik de tijd. Ja. 4-5 seconden later denk ik van, waar zit ik nou naar te kijken? Ik zie hier, dit is niet een klok zoals ik het ken. Huh. En dan denk ze van, oh, grappig. Dat is, dat heb ik in de eerste 20 seconden, oh, grappig. En dan blijf je na seconden, zeg maar, als je in het domein van de minuten terechtkomt, dan ga je dus, kom je in het domein van de filosofie eigenlijk. Hè? Dus je hebt eigenlijk zo van 3 stadia, ja, bij het beschouwen van de klok, waar het eerst gewoon een functie heeft. Tweede, een soort van gimmick-achtig element heeft. En een derde stadium eigenlijk waar het de gimmick overstijgt. En waar je eigenlijk in de filosofie terechtkomt. Ja, ja. Dus dat zit in veel werk, denk ik, van je. Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Sowieso streef ik ernaar om werk te maken dat
een vrij directe ingang heeft. Ja, Van, ik ben geen, ik ben niet van de abstracte kunst in dat opzicht. Ja, weet je wel, het doet meteen iets met je. En, en inderdaad wil ik desalniettemin niet dat het een flauwig dingetje is. Nee. Hè? Ik er is steeds veel aandacht aan inderdaad dat het goed afgewerkt is. Of dat, dat je ziet dat het niet zomaar een dingetje is. En ik denk dat jij legt het nu weer op een hele leuke manier uit. Maar dat is denk ik inderdaad die drie stappen die je ziet. Van een leuk beeld, mooi beeld, whatever. Ja. Nou, prima. Ja. Oh, wacht, ik snap het. Nou, dat ging wel heel erg snel dat ik het snapte. Dat is Ja. Dan hoop ik ook nog inderdaad in die derde laag te komen van, wacht even, je bent Is het hoe noem je dat? Zo'n drietrapsraket is het eigenlijk. Ja, maar het is dus wel heel belangrijk dat er een soort van... misschien is het ook wel dat is interessant, vind ik. Dat je geeft al eerder, in het begin gaf je aan, zo van archetypen spreken je aan, iets uit het publieke domein. Ik denk dat dat ingangetje is ook iets, want we hebben allemaal wel in een zekere, meerdere of minder mate een fascinatie voor het verloop van tijd. We hebben allemaal wel dat je het verschil van dat je bij de tandarts zit te wachten dat en een half uur moet wachten, of je bent een film thuis aan het kijken, dat een hele andere beleving van tijd is. Ja. Dus het is een type vraagstelling wat denk ik iedereen, dus bijna een soort van archetypische filosofisch vraagstuk of zo. Ja. En wat dan toch, waardoor iedereen denk ik een bepaalde ingang krijgt in je werk. En dan weet je daar toch nog een eigen invalshoek in te vinden, waardoor een nieuw perspectief erop ontstaat. Ja, ja. Dat lijkt alle werken wel met elkaar te verbinden ook. Ja, misschien inderdaad wel. Ja. Ik vind het moeilijk om mijn werken sowieso te duiden en al helemaal om ze onder een rode draad te zien. Want ik ga behoorlijk van de hak op de tak in mijn werk. En ik heb het op een gegeven moment maar gewoon omarmd. En dacht van, dan is het maar zo dat de ene keer een video maak en de andere keer een verbrand stoeltje enzovoort. En zo hobbel ik een beetje door mijn oeuvre. Maar inderdaad, je zou kunnen zeggen dat die drie-stapsraket, zoals je, tenminste, dat is nu voor het eerst dat ik op die manier ook nadenk, maar dat intuïtief wel moet kloppen bij mij. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar wel dat het komt makkelijk binnen, het is een duidelijk beeld. En er is meer over te zeggen dan dat alleen dat beeld is. Ja, ja. Dus dat hoop ik. Ja. Dus het is meer duidig. Dus het is multi-interpretabel. Het is, en dat zit hem in dat het en volwassen filosofisch en kinderlijk en speels. Ja. En ogenschijnlijk iets wat inzakt en iets wat... oerdegelijk is. Ja, ja. Het lijkt alsof er bepaalde contrasten worden samengebracht die waarvan je zou verwachten dat die niet bij elkaar zouden kunnen komen. Ja, of zo. Ja. Ja, het sluit eigenlijk wel aan bij wat ik wel zeg over van ik vind het heel leuk als een kind mijn werk leuk vindt. Ja. Maar ik zou dat niet als enige criterium willen handhaven. Ik wil ook dat een museumdirecteur een historische achtergrond heeft. Ja. En als die twee bij elkaar komen, en bij die klokken is het duidelijkste voorbeeld dat alle kinderen die lopen er helemaal mee weg. En daar is die stretch dus goed gelukt, zeg maar. Ja. Frans Haks, je vast bekend, de oorspronkelijk natuurlijk de eerste directeur van het Groningen Museum. Als ik het goed heb, had hij bij zijn openingswoord van het Groningen Museum, had hij in zijn speech, had hij het over het samenbrengen van tegenstellingen, zeg maar. Dus stel je hebt een maaltijd en je hebt dopertjes, je hebt een schnitzel en je hebt een aardappel of zo. Laten we zeggen een schnitzel, dat de smaakbeleving erin schuilt dat de buitenkant krokant is en de binnenkant mals. Hmm. En dat je een zoet-zout dynamiek hebt.
Het is heel letterlijk hoe onze waarneming ook werkt. Hè? Dat op het moment dat je eigenlijk pas iets waarneemt op het moment dat er een contrast wordt, zichtbaar wordt. Ja. Oh, wauw, serieus? Echt, ik weet niet of je dat geluidje ook nog meekrijgt. Oh, dat zou wel leuk zijn, juist. Ja. Ik had deze quote sloeg ik zelf heel erg ook op aan. Was ik in een eerder stadium van mijn onderzoek alles tegen het lijf gelomen. Van Gustav Mahler. De traditie is niet het aanbidden van het as, maar het doorgeven van het vuur. Ja. Ik vind het ook heel goed bij je werk passen. Als ik dit hoor. Wauw. Ik vroeg me dat laatste. Gisteren heb ik heel kort even André Serrano kunnen spreken. Mm-hmm. Hij was in Groningen. Je kent hem vast wel. Van Piss Christ en dergelijke. Ik denk dat ik daar toch ook een aflevering over ga maken. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat hij juist christen is. Hij is echt katholiek. Okay. En ik zat na te denken over zoiets als een Bijbel. Hè? Als we het hebben over. Als er archetypes zijn, dan is de Bijbel misschien wel het meest iconische ding in onze westerse cultuur. Ik denk dat al die verhalen uit zo'n Bijbel, die hebben pas een functie op het moment dat je ze in twijfel trekt, in een zekere zin. Hè? Mm. Ik denk dat op het moment dat je al die, laten we zeggen, geboden gewoon als koek accepteert en platweg als eentjes en nulletjes, bijna als een soort algoritme, gewoon overneemt en uitvoert, dan denk ik dat zo'n boek, of het nou een Bijbel is, of Koran is, of een Tibetaans dodenboek is, dat het eigenlijk een gevaarlijk boek kan zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat als een boek jou elke keer weer laat twijfelen en laat nadenken, zo van hoe verhoud ik mij hier eigenlijk toe, vind ik dat ook. What would Jesus do, zeg maar? Of what would I do? In een zekere zin. Daar moet ik dus ook bij die quote van Mahler over nadenken. Het is ook van belang dat we blijven twijfelen. Hè? Zo van: is dit kunst? Is dit vormgeving? Ja. Is dit waardevol? Is dit. Dus in die zin ben jij ook, denk ik, als je zo'n icoon neemt met een smokeserie in Rietveld of zoiets, ben je dat aan het heractiveren, denk ik. Dus het kan, want het zijn ook het gevaar van iconen is dat je ze gaandeweg voor lief neemt en dan doen ze hun werk niet meer of zo. Nee, precies. Ja. Misschien, dus wat je hoopt, denk ik, of in ieder geval, je bent ondertussen je eigen werk aan het maken en ondertussen heractiveer je hun werk. Ja, zeker. Ja, ja en ook omdat ik oprecht in. Ik geloof dat een goede beweging is, dat de boel laat doorwerken. Je hebt een boterham nodig om te eten en dan kun je zeggen van die boterham is nu kapot. Ja. Nee, dat is brandstof om werken, weet ik aan. Ja. En dat is ook het verschil tussen kunstgeschiedenis studeren of kunst. Ja, dat is grappig, ja. Ik hou er inderdaad van om dingen te bevragen, dingen te durven betwijfelen, dingen die in beton gegoten lijken, toch daaraan te morrelen om te kijken, wat is er? En dat is ook weer een hele natuurlijke manier van doen. Ik weet even niet meer de wetenschappelijke term daarvoor, maar iets van dat er in de natuur altijd iets is wat de boel weer ontwricht, zodat er weer werk aan de winkel is en dat de beweging lijkt. Je streeft wel naar een soort van perfecte harmonie, perfecte staat van zijn, maar niks is erger dan dat je het zelf bereiken. Dus je moet hem ook weer doorbreken en weer verder. Ja, want letterlijk stilstaand water verandert in vergif. Ja. Daar is dan vervolgens weer een nieuwe soort van zuurstof voor nodig om dat weer te laten circuleren. Ik vergelijk het op school ook wel met compost. Of ik ver, dan vooral dat slechte ideeën compost zijn. En dat daar later dan weer Nieuwe. Weer ja, ja.
Maar ik vraag me dus ook wel eens af over... ik zal niet over op de Bijbel blijven hangen, maar je hebt dan een Oude Testament, een Nieuwe Testament. En dan, je vraagt je dan af, moet er dan niet ook weer een Nieuw Testament zijn? Ja, hè? Welk... moet er wel eens tijd voor zijn. Ja, toch? Ja, dat is, want een Bijbel is een bundeling. En dat zijn het heel veel dingen die misschien uit een orale traditie komen. En dat het gekke is dat het dan wordt opgeschreven. En dat is dan eigenlijk al een manier om iets te stollen. Om eens zo van, dit is hoe het is. Ja. Met ook weer alle interpretaties van die natuurlijk. Dit is hoe het is. Maar ja, elk woord is ook weer... Het letterlijk nemen van de Bijbel is niet eens mogelijk. Nee. Sowieso als je het al van het Hebreeuws... En mijn vader was dominee, hè? En dus die las Hebreeuws. Ja. En dan kon ik dus zeggen, ja, wacht even, dit is gewoon in de Nederlandse Bijbel. Is het vertaald als dit woord is in dit woord vertaald. Maar als je terug naar het Hebreeuws gaat, dan betekent dat woord eigenlijk twee dingen. Ja. En dus en die tweeledigheid, daar zit het hem in. Dus hij weer terug naar de kern en maakte daar weer een nieuw verhaal van en ging weer verder. Is dat dan niet wat jij doet? Ja, in zekere zin eigenlijk wel. Dus dat je eigenlijk teruggaat naar zo van, wacht even, dit wordt gezien als een absolute waarheid, maar vergeet niet, het is tweeledig. Ja, precies. Het is meerduidig. Ja, en ook van mensen vragen mij, we hebben van, wat zou je er dan van vinden als iemand jouw werk zou verbranden? Ja, zou zeggen, wat zou ik eigenlijk natuurlijk. Ja. Ik zie het oprecht als een positieve beweging. Net zo goed als, Rietveld is dan niet meer in leven, maar ik durf er toch wel wat op te verwerden dat hij er niet moeilijk over zou hebben gedaan als je een stoeltje van hem zou hebben verbrand. Ja, ja. De eerste die de roze ging schilderen. Ja, En zei hij, gooi het bij de bal als je niks meer kunt. Dat is echt, hij denkt er niet zo ingewikkeld over. Daarna is dat dus zijn wielaren er overheen gelet. Wist je dat... Piero Manzoni, die ook aan bod komt met het publiekje, zijn vader. De conserve. Ik wist dat dus zelf dus ook niet. Ik kwam daarachter. Ik dacht van, wauw. Toen heeft dat werk voor mij echt zo'n... want dus hij heeft letterlijk... zijn vader die vond de beeldende kunst niet aansprekend. En die dacht zo van, jij maakt shit. Ja. Dus die Manzoni zoiets van, nou, maar dan ga ik toch gewoon doen wat jij doet als dat goed is. Hoe zijn er overeenkomsten en hele duidelijke contrasten met je vader en zijn werk en jouw werk? In zoverre dat hij zeker aan de bekende waarden en normen van de Bijbel enorm zat te tornen. Hij heeft heel veel gedoe mee gehad. Ik ben eigenlijk veel braver dan hij. Eigenlijk... wat hij mij heeft voorleefd is eigenlijk dat ik het niet zo een pop moet maken zoals hij. Want er is een keer een quote geweest van mij in Volkskrant Magazine, in een interview en wat erboven stond was, ik heb geleerd om met één been op het gebaande pad te blijven. Maar dat is misschien ook wel die vormgeving versus de vrije kunstkant in mij, zo van, hou het maar een beetje bij de herkenbare vormen. Of hou het maar een beetje dat het begrijpelijk blijft of iets. Ja. Want ik heb gezien dat mijn vader echt behoorlijk uit de bocht vloog met zijn radicale huid. En hij heeft mij notabene een keertje geleerd. Hij als een vaderlijke tip in het leven zei hij je moet dingen wel ook toegankelijk houden of begrijpelijk houden. Want anders kun je mensen niet meenemen. Had hij dat maar gedaan, dan denk ik dat hij het heel wat makkelijker had gehad. Maar in ieder geval, dat is wel die dynamiek. Dat is ook wel een thema in mijn leven en in mijn werk. Van de autonomie, de grillige, onbegrijpelijke, autonome ideeën, mensen die je hebt, versus het over het voetlicht krijgen daarvan. Ja. En dat kun je noemen dat je je aanpast. Of dat je werk een kader geeft. Of uitleg erover geeft. Of weet ik wat. Maar in ieder geval,
Het grillige, onbewerkte ten opzichte van hoe het voor de buitenstaander wordt gepresenteerd. Dat is wel op verschillende manieren hoe ik in mijn werk sta. Van Gogh ook, hè? Natuurlijk, een dominee zoon. En denk ik ook iemand die ik zit even te denken, er zijn er meer voorbeelden, toch? Dat is zo'n familie van dingen. Son of a Preacher Man. Ja, precies. Ja. Frank de Jong. Oh, Frank de Jong, ja, precies, ja. Ja. Interessant. Nou, ik moest ook bij je werk heel erg denken aan, in ieder geval specifiek dan met Smoke, aan dat, ik heb een beetje een liefde-haat verhouding met dat wabi-sabi, waar je met goud een gebroken... Ja. En als we dan toch in het domein van de filosofie blijven, dat is natuurlijk een soort van hele mooie illustratie van Oosters denken. Ja. En dan komen we weer terug op de Ferrari en op het berglandschap. Zo van het gebrokene en het hele. Ja. En waar zit dat dan, die liefde en die haat in? Dat het van de ene kant, het is ook weer zo samenhangend, dat verhaal, dat het ook bijna weer een beetje saai wordt. Hè? Ja, ja. Ik vind het heel snel ook wat kitscher worden, zo'n wabi-sabi hersteloperatie. Zeg maar. Ja. Nou ja, het is ook wel een beetje een platgetreden pad. Dat is misschien ook wel. Want dat is het misschien, ja. Het voorbeeld wat heel vaak wordt aangehaald natuurlijk. Dus dat is misschien het storende eraan. Ja. Het ook een beetje het... hoe wij in de westerse wereld daar ook een beetje gemakzuchtig in hengelen, zeg maar. Dus een beetje het Boeddha-beeldje, dat een beetje de hedendaagse tuinkabouter is. Ja. Van nou ja, doe maar een beetje wabi-sabi. Ja. Ja, dus dat is... ik probeer er althans een autonomer verhaal van te maken dan eventjes te cherrypicken bij de Oosterbuur. Ja, precies. Ja. Nou, in die zin heb je dus daarmee wel weer een eigen vertelling van een oud verhaal in zo'n zekere zin kunnen. Ja. En ook is het een nieuw testament gemaakt. Super. Nog één aspect waar ik nog aan moest denken bij Smoke, wat ik er ook heel erg eigenlijk komisch aan vind, is dat het eigenlijk alle werken die verbrand worden, objecten die verbrand worden, zijn werken die een oplage hebben. Maar door het te verbranden wordt het een unicum. Ja. Zelfs als je 5 keer dezelfde stoel verbrandt, dan krijg je toch 5 unica. Ja. Dat vond ik ook vrij hilarisch aan dat publiekje van Manzoni, dat die Bernard Basiel één zo'n blikje openmaakt. Ja. En dat is dus in de geschiedenis nog nooit gebeurd, terwijl iedereen natuurlijk heel nieuwsgierig was naar wat erin zat. Maar niemand dat in zijn hoofd had gehaald, omdat dan zeg maar de economische waarde zou dalen, want iets had al een prijs. Maar dat in zijn geval, omdat hij dan ook weer kunstenaar is natuurlijk, dat afzonderlijke blikje die geopend is, in marktwaarde ook weer gestegen is. Ten opzichte van de anderen. Inderdaad, Banksy ook, die natuurlijk meerdere prints van dat ballonmeisje heeft. En dan dat degene die versnipperd wordt, tienvoudige waard is dat. Het toont ook hoe relatief het is, inderdaad. Ja, hè? En dat het een spel is. Ja, precies. Ja. Ja, zeker. Nee, dat is een kwent. Ja, die economische waarde is ook zo'n gek ding, zeker in de kunstwereld. Het is speculatief en het is net de context waarin het staat. En het is, ik vind het altijd een heel interessant en ongrijpbaar gebeuren. Ja. De economische waarde en wat dat doet. Ja. Maar daarom vind ik ook die podcast zo interessant, dat het over dat destructie gaat dat je daar, het geeft een soort van relativering van alles eigenlijk. Je hoeft niet
onder die glazen stop op te houden. Ja, ja. Je gaat me aan en denkt dat hij dat zelf met zijn eigen waarde doet. Ja. Zijn eigen werk doet. En dat je binnen die destructie ook weer verder kunt gaan. Dat blikje in dat blikje. Ja, ja. Dan is het niet eens alleen destructie. Het is eigenlijk ook weer letterlijk de geboorte van ja. het nieuws. Ja. Dat komt daaruit voort. Dus ja, dat is ook alweer een briljante move natuurlijk. Ja. Maar ik heb er altijd wel een smak voor gehad. Voor dingen die kapot mogen gaan. Of dingen die... Of de schoonheid ook gewoon puur. De esthetische schoonheid van iets dat kapot is. Of half vergaan is. Ja. Dat zijn vaak hele mooie beelden gewoon. En ik vind het gewoon nog los van elke andere waarde die er aan toe werd. Gewoon een verbrand stuk hout is gewoon esthetisch gezien iets moois. Ja, ja. Die verkoling en brokjes die eraf zijn gevallen. Ja. Het is een heel mooi beeld. Ja. Maar ook gewoon iets verrots of afgebroken. Of zo. Er zit een bepaalde beweging in. Een soort energie zit erin. Of, ja. Dus ja, dan dat dingen kapot mogen of dat daar iets mee wordt gedaan. Ik heb het altijd wel iets moois gevonden en iets waar ik dus ook vrij makkelijk wel mee werk. Ik heb wel eens gehoord dat in de Oosterse filosofie dat er een term is wat in het Nederlands heel erg overeenkomt met het woord leegte, maar dat is een sunyata. En sunyata is en leegte, maar ook zwanger van potentie. Oh ja, ja. Oftewel, zeg maar, het feit dat die leegte er is, biedt ook de gelegenheid dat daar een mogelijke nieuwe invulling aan gegeven kan worden. Ja, terwijl dus het is eigenlijk het verschil tussen, je zou kunnen zeggen, het woord leegte en het woord ruimte. Mm. Want het woord leegte in het Nederlands veronderstelt dat er iets dat er een gemis is, zoiets. Ja, ja. En ruimte is het, daar kun je iets mee. Daar kun je iets mee. Daar kan je dan invulling aan geven. Ja. Maar wanneer gebruiken we dan het woord leegte en wanneer gebruiken we het woord ruimte? Ja, dat is... Jij neemt in ieder geval de ruimte met je werk om invulling te geven aan de leegte, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat is wel... Ja. Wanneer verandert leegte in ruimte? Ja, eigenlijk is net zo goed als dat er ook zo'n one-liner is van never waste a good crisis of zo, weet je. Ja, is ook zoiets van dat is dat is toch ook zo dat het etymologisch toch ook dat betekent ook zoiets volgens mij. Jij bent net zwanger van potentie, crisis betekent ook zo. Ja, ik weet niet, dat moet dus ook wat de etymologie daarvan is, maar ook van iets nieuws komt eraan. Tot de volgende stap. Ja, Terwijl we geneigd zijn om te denken, crisis, dat is de grootste ellende die je kunt voorstellen. Maar dat is dus juist iets nieuws. Het kan een trampoline zijn natuurlijk. What goes up must come down, maar dan andersom. Tof. Ja. Ik heb de indruk dat we al best wel een mooi omcirkeld verhaal hebben. Best wel een goed gesprek waar ik de indruk heb dat we Smoke, dat we er een beetje omheen hebben kunnen dansen. Ik ben blij dat we toch ook specifiek wel over dat werk, over die serie werken natuurlijk, hebben kunnen hebben. Zijn er aspecten waar we nog overheen zijn gesprongen? Dingen waarvan ik ze van, maar dat is helemaal niet aan bod gekomen. Dat is wel leuk. Denk ik zeker. Ja. Tof, dan ga ik hem uitzetten. Ja. Deze is uit. En lekker. Deze podcastserie is eigenlijk begonnen vanuit mijn fascinatie voor de Erased de Kooning. Oftewel de uitgegumde Willem de Koning door Robert Rauschenberg. Ik vond het een radicaal, raadselachtig, agressief en toch ook liefdevol, plat, mysterieus werk.
In een essay verwoordde ik het als artistiek vandalisme en ben toen op zoek gegaan of ik meer voorbeelden kon vinden. En verrassend genoeg bleek dit onderzoeksgebied veel breder dan ik had verwacht. En zo heb ik natuurlijk al de nodige destructieve daden behandeld, maar er zijn nog zoveel meer. Eigenlijk genoeg om nog een tweede seizoen te maken. Maar ja, dit alles gaat ook ten koste van mijn eigen ateliertijd. Iets waar ik toch ook wel erg naar uitkijk om weer meer tijd in te gaan investeren. Laat ik afsluiten. Soms moeten bestaande objecten en opvattingen worden afgebroken. Om ruimte te maken voor een nieuwe richting van denken. De schoonheid van destructie is dat het dynamiek creëert. Een besef dat dingen anders kunnen. Het domein van de kunsten is niet een domein waar mooie dingen worden gemaakt. Het is het domein waar we onderzoeken wat mooi is. Wat schoonheid is. Doet het pijn als het stuk gaat? Dan moet het wel waardevol zijn. En dat inzicht is op zichzelf weer waardevol. En als concept onvernietigbaar. Of zoals Lucebert zo prachtig stelde, alles van waarde is weerloos. Dit was dan de laatste aflevering van de Destructie als Discours podcast. Ik hoop dat je het erg interessant en vermakelijk vond. En zo ja, dan doe je me een groot plezier door de aflevering te delen. En recensies of sterretjes worden ook erg gewaardeerd.